Geef Cupido's pijl en boog maar aan Nienke. Want behalve de liefde veroveren, heeft ze nog meer doelen in haar leven. Ik ben best wel maatschappelijk betrokken. Ik vind social justice altijd wel belangrijk. Dus ik ben heel erg met feminisme bezig, intersectioneel feminisme. Ik probeer dat in mijn dagelijks leven wel door te voeren. Ik ben logopedist en ik werk met kinderen. En daar probeer ik wel in mijn behandelingen mijn idealen een beetje door te laten komen. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Nienke. Hi. Hi. Je bent binnen. Welkom. Ik ben echt een spring in het veld. Ik ben soms wat verlegen, dus dan kijk ik een beetje de kat uit de boom. Maar zodra ik op mijn gemak ben, dan ben ik echt een stuiterbal. En dan praat ik echt de oren van je hoofd. Heb je er zin in? Jazeker. Kom, we gaan naar de bar. Victor staat voor je klaar. At your Victor. Service. Mag je daar plaatsnemen? Veel plezier, Nienke. Ja, dankjewel. Is het met jou? Ja, goed. Mooi. Waar kom jij vandaan? Hilversum. Oh, wel bekend. Ja, zeker, ja. Niet in tv beland? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben bijna afgestuurd logopediste, dus... Dus je hebt goede dictie. Ja, dat is het nadeel. Hè? Iedereen die denkt, oh, logopedist, dan moet je supergoed kunnen praten. Hoe vaak ik me wel niet verspreek, ja? Dat is echt... Hey, en hoe ziet je leven verder een beetje uit? Wat zijn je interesses? Ja, ik heb echt 100 hobby's. Ja? Ja. Borduren, lezen, gamen. You name it, I've tried it. Dankjewel. Dus veel verschillende interesses. Ja. Dat is de conclusie. Ja. Waar val je op? Ik weet dus ook niet of er zo meteen een man of een vrouw binnenkomt. En dat maakt dus best wel uit. Want voor vrouwen heb ik niet echt een... Ja, mijn vrienden zijn het hier niet mee eens. Maar ik zeg altijd dat ik niet echt een type heb. Uh-huh. En voor mannen, ja, gewoon een beetje de grote, sterke... Man-man. Nou, het is een echte vrouw-vrouw geworden. Al is Anne wel in het bezit van een edgy randje. Nou, ik hou heel erg van concerten. Ik hou heel erg van rock en metal. Sta je wel headbangend dan bij zo'n concert en inderdaad lekker in die moshpit. Ik vind het fijn, want je kan echt al je energie erin kwijt of frustratie. En ja, ik kom dan wel met blauwe plekken terug. Ja, dan ben je echt onder, zeg maar, echt je armen en de volgende dag... Heel veel nekpijn. Ik denk een beetje dat het ook van vroeger komt, toch? Een beetje die emo-stijl en die muzieksmaak. Dat is, zit er toch nog ergens van binnen verstopt. En af en toe mag het er even uit en dat is heel leuk. Anne. Hallo. Welkom in het First Days restaurant. Ik hou van je jas. Oh, dankjewel. Mijn vorige relaties zijn altijd met mannen geweest. Wel met vrouwen gedate, maar nooit een relatie met een vrouw gehad. De eerste twee relaties die waren monogaam en de derde relatie dat was een open relatie. Als ik kijk naar de toekomst, dan weet ik nog niet wat ik zou willen. Ik vond die open relatie wel een hele prettige manier om in een relatie te zijn. En ik zou er ook wel weer voor openstaan. Monogaam weet ik niet. Ja, het is echt bijzonder ook om te zien hoe jouw date er ook uitziet. We gaan echt heel snel naar de toe. Zwart-wit is een goede match, ja, maar dat is fantastisch. Oké. Okay. Annie. Hoi, Anne. Nienke. Neem plaats, hoi, Anne. Nienke. Dankjewel. Alsof we dit wisten. Ja. Waar woon jij? Amsterdam, omgeving? In Hilversum, dus dat is Hilversum. Bijna een thuiswedstrijd. Bijna, ja. Bijna. Want jij komt uit? Ja, ik woon in Amsterdam, nu al 10 jaar. Dus oh. ik noem mezelf wel altijd Amsterdam. Ja, tuurlijk. Maar ik wilde eigenlijk fietsen, maar ik heb gisteravond mijn fiets nog ergens bij een ander station laten staan. Dus ik stond zo morgen zo van, oh, dat wordt een Uber. Ja. Ik ben ook zo chaotisch. Dit zou mij ook zo gebeuren. Oh ja, oh chill. Ja, ik ben ook inderdaad een beetje in de chaos. Ja. Hallo. Hey, welkom. Ja, ik wil wel pornstar Martini eigenlijk. Je weet, het is gewoon een heel lekker drankje. Maar de naam maakt dat het zo naar moet bestellen. What's in a name? Ja, dat is oké. Maar vertel, wat doe jij? Werk, studie? Nou, ik ben aan het afstuderen. Eindelijk. Heeft even wat voeten in de aarde gehad. Maar ik ben bijna afgestudeerd logopedist. Nee. Logopedist? Ja. Okay. Dus ja, met kinderen en dan taal en spraak. En jij? Oh. Ik ben begin dit jaar afgestudeerd. Gefeliciteerd. Ja. Ik moet mezelf hier ook af en toe aan blijven herinneren dat het toch wel een prestatie is. Ja, ja, in zeker. In master van biomedisch. En oh, dan wow. Echt neurobiologie. Dus alles over het brein eigenlijk. Vet. Dus nice. Best wel breed in die zin. Maar het is wel waar mijn fascinatie ja, ligt. Nice. Ja,
Enjoy. Amazing. Oké. Okay. Ja, nee, ik ga dit wel. Laten we proosten. Proosten op een goede date. Op een goede date. Yes. Maar hoe... Even denken, ik ben gewoon benieuwd. Je woont in Hilversum. Ja. Ben je daar opgegroeid? Wonen al je vrienden daar? Hoe is jouw leven, vriendengroep daaruit? Wat is mijn netwerk? Ja. Wat doe jij? Ja. Wie ben jij? Ja, opgegroeid, born and raised in Hilversum. Ik ben echt 100 meter bij mijn ouders vandaan gehuisd. Dus het is echt... En verder, ja, mijn netwerk zit wel in Hilversum. Ik doe aan stijldansen en aan paaldansen. Stijldansen, paaldansen. Ja. Oeh, ik was begonnen en toen had ik een paar lessen gedaan. En toen werd alles... Het ging alles dicht. En ja. Nu wil ik het weer oppakken. Oh, heel nice. Cool. Maar hoe ben je daarmee begonnen dan? Nou ja, ik had een vriend en die maakte het uit. En toen moest ik weer soort van bij mezelf komen of zo. Of soort van weer, nou ja, toch een beetje sexy voelen of... Ja. Ja, zoiets. Dat paaldansen vond ik echt superleuk, omdat ik ook wel daar wel eens mee begonnen was en het weer op wil pakken. En naast dat het sexy is, ook gewoon, het kost echt kracht. Het is wel echt een workout. Ik snap ook wel wat je zegt, juist door te gaan sporten en zoiets te gaan doen, dat je je ook weer goed kan voelen over jezelf na een break-up. Want was je lang samen met die persoon? Ja, 2 jaar. En het was mijn eerste echte liefde, dus ja, dan... Maar hoe oud ben je nu? 24. En jullie, hoe lang geleden was dat uit? 5 jaar inmiddels. Oh, dus je was echt jong. Ja, echt zo'n 16 tot 18 of zo. Ja, zoiets. Dus het was echt... Oh ja. Eerste liefde. En het was ook, hij maakte het uit. En niet eens met een... Nou ja, wel met een reden natuurlijk. Het is niet als jij... Oh. Nee, maar jij vond de reden niet goed genoeg. Nee, precies. Nee, ik denk dat er bij hem gewoon al heel lang veel minder gevoelens waren dan bij mij. En ja, dat is ook maar moeilijk om dat tegen iemand te zeggen. Hey, maar zijn er nou nog dingen in het leven die jou echt gevormd hebben? Of? Nou, ik denk voor mij... Het meeste is wel geweest, denk ik, dat basisschoolperiode en ook middelbare school was gewoon niet zo'n hele leuke periode. De middelbare schooltijd was niet leuk voor mij, omdat ik gewoon heel erg met mezelf zat en heel erg laag zelfbeeld. En dat was best wel een zware periode. Ook word ik echt emotioneel. Er komt op een gegeven moment ook een soort bepaald pestgedrag, de hoek omkijken. Omdat je toch een soort van buiten een groep valt, denk ik. En ik denk dat dat geen sterke fundering legt voor veel zelfvertrouwen hebben. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik nu zo goed in mijn vel zit. Maar soms, ja, als ik terugkijk aan die periode, dan denk ik... Ik heb een beetje medelijden met die puber Anne. Dat ik denk, Jezus, wat heb je het zwaar voor jezelf gemaakt? En wat was je negatief over jezelf? En dat was echt zo niet nodig. Ik denk dat het me maakt juist zo open-minded maakt en juist zo... dat ik van het leven hou en altijd het beste van mensen wil denken. Omdat ik heb gezien van, ja, iedereen maakt zijn eigen shit mee. En ik heb genoeg shit meegemaakt. En ik heb er geen zin meer in om die shit voor mezelf te creëren. Ik ga er gewoon het beste van maken. En het is gewoon zonde in die zin. Maar daarom ben ik nu denk ik, nu vind ik mezelf amazing. Ja, dat ben je. Dus dat is goed. En jij dan? Heb jij dingen waarvan je zegt... dat heeft me... Het klinkt heel... stom misschien, maar ik heb het ook niet altijd zomaar even leuk gevonden op de basisschool en op de middelbare school. Ja. Echt wel met mezelf geworsteld. Uiteindelijk heb ik dus nu afgelopen zomer een diagnose ADD gekregen. Wat alle chaos in mijn hoofd verklaart. Ja, dat is wel grappig. Ja, ik heb dus recent dan wel een ADHD-diagnose gekregen. Ik weet ook nog niet wat ik heb. Het is niet dat ik lui, dom of stom ben. Ja. Het is gewoon hoe mijn brein in elkaar zit. Precies. Dat is wel hoe ik er naar probeer te kijken. Want ik hou van associatief zijn. Ik hou van creatief zijn. Ik hou van het drukken. Ik hou van het impulsieve. Ik vind het heerlijk dat ik als een soort van conducteur in mijn hoge snelheid TGV-trein zit. Maar op het moment dat er geremd moet worden, kan ik niet bij die noodrem. Nee, dat is heel en dat is heel moeilijk soms. Maar je zei van, je had die relatie met die eerste vriend van jou. Ja. En heb je daarna nog date, relaties? Ja. Ja. Die zucht, oh, die zucht.
Nee, jawel. Ik heb nog gedate. Ik heb heel veel gedate, maar... Teleurstellend gedate. Heel teleurstellend gedate, ja. Ik zou wel wat meer met vrouwen willen daten, maar ik weet niet zo goed waar ik ze tegen moet komen. Dit dus, want ik heb ook heel vaak dat ik dan ga flirten met een vrouw. Maar echt, en dat het dan niet aankomt als flirten. Oh, zie je er mooi uit. Thanks. Nee, maar je ziet er echt mooi uit. Wink, wink. Oh, thanks, ja. Nee, maar I'm gay for you. Echt, ja. Dankjewel. Hey, hallo. Zullen we hem gewoon splitten? Oké, cool. Fijn dat we het hier meteen over eens. Het moment van de waarheid. Ja, ik zou nog wel graag een keer af willen spreken. Ik had het idee dat we sowieso best wel een leuke klik hadden. Het is geen seconde stil geweest. Naast allebei dezelfde beetje chaotische energie. Ja. Ik vind het trouwens wel echt super leuk. Het is wel jammer dat het super kort is. Mijn antwoord was veel korter. Ik had gewoon bedacht dat ik ja ging zeggen. Maar dit is heel leuk. Dit is heel leuk. Nee, ja, heel leuk. Ja, okay. Laten we dat doen. Tof. Dit heb ik ook altijd. Ja. Oké. Okay.